zo bijzonder toch altijd, hè, die natuur. Ik ben een vlogster. Ruimtelijkheid. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer zaterdag 15 augustus. Onze Eeuwen is vandaag jarig. En ze is 15 jaar geworden alweer. Ja, de tijd gaat hard voor haar. En ze is nog steeds kerngezond. Maar ik wens jullie als eerste een welkom bij een gloednieuwe vlog. En we leven ook nog eens een keertje op 13:29, bijna 2:30. Het is hier donker, grauw, triest weer, onweer in de lucht. Ik heb hoofdpijn erdoor. Dat hadden we gisteren al, onweer in de lucht op een gegeven moment. Maar we hebben ook rot geschrokken, niet de onweer, nee. Madame Rijka, die is vannacht bezig geweest. Ja, ik zou met haar lopen. En wat denk je? Nergens te vinden. Niet onder de eethoek, niet in de mand, niet in de tuin, want ik had de boel open, zoals jullie weten. Ook niet boven, die is dan toch door, tussen mijn benen door, gelukkig dat ik naar de wc moest. Toen naar boven toe, nergens geen Rijka. Geroepen. Straks is je uit het raam gegaan, weet je? Nou, inderdaad. Want ik zou net gaan lopen, maar te gaan zoeken, zat ze voor de poort. Nou ja, wel heb je ooit. Was ze dus kan, had ze dus kan half nagedaan, want ja, die springt door het raam naar buiten. En dan denkt ze ook, want jij ken ik ook. Ja, lach maar ik word ten einde raad. En dan zit ze weer achter de insecten aan en gek te doen en weet ik wel. Zonnetje komt er een beetje door. Malle meid. Hé? De draam heen springen weg, hé? De vrijheid in. Jo. Dat heb je vannacht gedaan, hè? Jo. En je zit wat op die steen te bijten en te kauwen af en toe. Die er ligt. Gaf ze allemaal op uit de tuin, malle meid. Maar ze heeft de kuilen weer aardig dicht gedaan. Over de plantenbak zie ik nog een kuil. Maar ja. Ik hoop dat het binnenkort een beetje... Nou ja, zodanig weer wordt dat ik het weer een beetje kan doen. Hé, Janno, wat verdik je? Ga zo meteen lopen. Hé, jij was weer een insect. Insectenjager, achter de vlindertjes aan. Alles wat maar beweegt gaat achteraan. Nou, ik ben bezig bij de vogels om dat af te leren, want ze hoeft niet alles. Ja, onze lieve heer heeft er geen vleugeltjes mee gegeven, dus moet maar niet. Nee. Maar oké, okay, ja, ik heb mijn haar dus lekker gewassen enzovoort. Mijn hele lichaam lekker even gewassen. Ja, dat doe ik iedere dag hoor. Lekker op de ouderwetse manier bij de wastafel. En één jaar legt eraan hoe vet mijn haar wordt. De ene keer doe ik het twee keer in de week en de andere keer één keer in de week. Ja, legt eraan wat mijn haar doet. En dus, want het duurt ook bij mij heel erg lang voordat het droog is. Ik mag nog kort haar hebben, maar mijn haar op zich is dik en zwaar. En doordat het dik en zwaar is, heeft het ook langer werk nodig om te drogen. Ja. Nou, en ik moet straks met de telefoon verder. Ik moet dat eventjes weer opruimen. Het is nog niet genoeg voor de vaatwasser, maar even wat meer in elkaar. Dus ja, het komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie zaterdag. Ik moet straks met de telefoon aan het werk, want de telefoonnummers moet ik overzetten. Ik moet eerst met de oude telefoon aan de gang. Moet ik alles even noteren. Dat ik een nieuwe moet hebben, wat niet op mijn mobiel staat. Want ik heb eerst een heleboel aan mijn mobiel genomen. Maar ik ben gewend, dat was met deze oude set zo, die hier nou in die doos zit. Je vult... De hoofdtelefoon, dus ja, ik zeg dan de moedertelefoon even. En automatisch komt het in de andere telefoons. Ja toch? Ben ik gewend? Maar nee hoor, echt niet.
niet waar bij deze set. Nee. Hoe Karen dat had, ik weet het niet, maar... Ze zei het allemaal, moedertelefoons. En dat staat de moeders in een klein dingetje erbij. Ik weet het niet. Deze is van boven. Ik heb van boven nog meegenomen. Nou, daar heb ik vannacht nog even alleen nog Karen een nummer ingezet. Dus ja, er is twee maal Karen. Meer niet. Want dan was het me te laat voor. Ik kijk het maar. En dus... Maar ja, ik moet ze allebei gaan vullen, dus dat komt goed. Ja, dus ik heb heel veel werk. En dan moet ik ook nog zien te renderen, want gisteren heb ik het niet gedaan. Nee, dus ik ga denk ik straks eerst dat even opruimen. Dan een film in elkaar maken, dat die renderen kan. Terwijl dat dan bezig is, kan ik met de telefoon verder. Dus klaar is ik hem naar YouTube brengen en dan kan ik weer met de telefoon verder. Ja, laat me dat straks. Dus het wordt niet weggaan. Nee, er zit ook onweer in het geluid. Hang ik het rijk uit en het rommelde er net al wat. Ik denk, wow, moet maar niet. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En ik hou jullie op de hoogte van het rijmen en zeilen ook van de telefoon. Ja, want het is maar genade om alles over te zetten en dat drie maal. Ja, niet leuk hoor. En ja, hoe je een foutje moet wissen, weet ik ook niet. Lekker dan. Maar ja, proberen het en komt het vanzelf wel goed. En misschien dat Karin het weet hoe je wissen moet als je een foutje doet per ongeluk. Dat die weet hoe je het weer terughalen moet. Dat je dat weg kan vegen en dan daar weer opnieuw kan beginnen. Nou ja, komt ook allemaal goed. Dat was mijn mobiel. Er is weer wat gebeurd in de Wilder. Even kijken. Nou, dan moet hij wel komen. Oké. Dat is bij een bejaardentehuis, verzorgingstehuis. Ja. Ga je heen en vermenigvuldig je. Bromvlieg. Dus, nou, even aanklikken, dan heb ik dat gezien. Dat vind ik. Ik ga niet helemaal naartoe. Nee. Maar, oh ja, doe ik hem weer uit. Oh, dat moet niet. Nee. Ik moet lopen. Dus mijn loopapp gaat aan. Zo, dan kan ik lopen. Leg ik hem op de rollator klaar. En dan gaan we lopen. En ik neem jullie gewoon mee. Vlog ik wel, vlog ik wel. Vlog ik niet, dan heb jullie pech. Ja toch? Doei! Leuk! Ja, ze heeft wat op haar schoot leggen. Corona-proof. Corona-proof. Ja, ja. Want ik vroeg, kan je nou gewoon rustig ademhalen? Ja, zegt ze. Oké, dan. Eventjes voor zij, zo. Ja, want hier zit een lichtsteller. Oké, is dat genoeg? Ja. Oké. Corona-proof. Ja. Het zal met dit weer wel heet zijn, denk ik. Ja. Ja. Geweldig. Maar ja, het is een snorkel, lieve vrienden. Ja, het is een snorkel, maar daar kan een GoPro op. Ja, ja. Dus ja, daar is Karen weer helemaal happy mee. Mm-hmm. En de snorkel ligt daar. En dan gewoon bij een supermarkt te koop. En dus. En we zijn bezig met de invoeringen van de telefoon. Van de nieuwe. Daar ligt de oude en daar staat de nieuwe. En bij Karen is de nieuwe, et cetera. Dus daar zijn we ook druk mee bezig. En waar Rijka nou in een heen gevlogen is, weet ik niet. Die, In de vel. Waar ben jij? In de vel. Oeh. In de vel. Rijka. Waar ben je nou? Corona, oh, in de tuin. Ze is in de tuin. Ja. Boefie. Ja, dus corona-proof. Dit is een balletje. Ja, dat gaat heen en weer met... Ja, precies. Dat, tuurlijk. En dan moet dat, hier.
coronaproffen masker. Ja. Spugen ze? Nou ja, ze spugen maar een raak. Precies dat. Ja. Best maar. Ja, nou. En dat maar voor een 15 euro. Wie doet je wat? Ik ga u na het weekend wel eventjes een betaalverzoek. Betaalverzoek, dan betaal ik u wel even. Ja, ik begrijp je. Precies. Ja, lieve vrienden, dus we gaan weer verder aan het werk aan deze kant. En, ja, ik moet ook weer straks horen. Ja, daarom. Eten, lekker. Daarom. Wraps, wat gemaakt. Oh, lekker. Dus ja, dat even opschieten. Ja, en het is benauwd en het is broeierig, het is vies, plakkerig weer. Of niet dan? Ja, dan heb ik te doen met Roderick, want die is al aan het werk. Tot hem is 11:30, dan gaat hij naar zijn huis. Ik ga de hondjes uitlaten en dan weer vanaf Den Haag. En maar hier. Ach, mooi. Lekker. Niet even slapen op? Waarschijnlijk een half uurtje bij Ilona moeten. Oké. Nou, ik zou zeggen, we spreken elkaar weer. En tot morgen. Ja, ontmorgen, tot morgen. Nee hoor, tot laters. Ja, lieve vrienden, Karen die gaat weer weg, dus ik breng er een stukje mee. Ik ga een stukje mee samen met Rijka en ik ga eventjes het centrum in. Neem jullie mee, want er is een winkelpand. Die is ook mooi opgevrolijkt met vrolijke kleurtjes, etc. Dus ja, we gaan er gewoon eventjes proberen daar te komen. Ondanks dat het warm is. Ja. Yeah. En we laten de telefoon gewoon voor vandaag wat het is. Morgen weer een dag, want ik moet ook nog proberen een vlog in elkaar te zetten. Dus ja. Oh, er gaat nog een. Ja, de jager Job. Ja, die moet ik ook vandaag nog vloggen. Ze zit meer op de wc dan dat ze hier is. Ook omdat de boel open is. Maar in ieder geval, dat komt wel als ik weer terug ben. Dan gaan we eventjes naar de wc. Ja, daar is de jager Job. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, daar is het koel voor haar. En er eten en er drinken staat aan de wc. Dus dat opent ze aan alle kanten op behalve de kamer in. Want ik wil haar niet kwijt op haar 15-jarige leeftijd, ja. En dus, maar ik ruim jullie op en jullie gaan weer mooi in de tas. Ja toch, ik zou zeggen tot straks. Nou, zoals jullie daar zien, lieve vrienden, zijn ze daar met één vlak bezig. Maar op de zijkant, daar achter die oranje vlag, is het al klaar. Zover ik weet, van wat ik gezien heb op Facebook. Dus we lopen daar even naartoe. Maar ja, hoe we dat allemaal weer moeten hebben, Rijka mee en met mijn rollator. Dus ja, oh, oh, oh. Dat gaat eventjes moeilijk worden. Zo. Waar ben je nou? Daar. Ik ben een vlogster. Ik sta je niet. Dank je, dank je. Nou, ik doe jullie weer even uit, want zo gaat het dus niet. Nou, dan zitten we aan de voorkant. Dus ja, dat hele wordt helemaal verder zo gedaan. Dus al die vakken krijgen een kleurtje. Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen horen met die lawaai van dat bakje. Ja, wat het voor moet stellen. Het zal ook al nog lang niet af zijn. Ik weet het niet waar die mee bezig is. Of dat nou klaar is, die voorkant, ja of nee. Ik weet het echt niet. Maar ja, het wordt wel weer bijzonder. En wat frisser dan die hele grijze muur. Het heeft wel weer wat. Ja, toch? Vind ik van wel. Of niet dan, meneer? Hoe vindt u dat, meneer? Toppie? Ja, dat wel. Maar wat moet het voorstellen? Zit u er wat in?
Vertel. Wilt u het mijn kijkers even vertellen? Ik ben een vlogster. Ruimtelijkheid. Wilt u op de vlog? Een soort van bijrekening op de grond. Het zijn soort pilaren en daar bovenin hangt dan eigenlijk iets wat in de lucht hangt. En er zit eigenlijk de blauwe lucht er tussendoor. Ja? Dus het is eigenlijk een soort, het lijkt op een viaduct of zo. Oké. Nou, ik ben een vlogster. Je kent mij volgen op YouTube. Onder de naam Corina met IE, Corina, en de beestenboel. En de beestenboel, oké. Ik heb een hondje en twee katten. Leuk. Horen er ook bij. Maar u zit toch niet al 3 dagen te kijken hier ook? Nee. Ik zag het gisteren toevallig op Facebook. Toen stond het weer in de je bent jutter al. En ik denk, nou, dan moet ik daar even gaan kijken. Maar ik had eerst visite, dus ja, dat gaat allemaal wel voor. Ik vind het wel... Ik zou het zelf niet kennen. Maar... Ik ken dat ook niet. Maar ja, dat is net zo min. Daar ging het met Neptunus en die dolfijn. Ken ik ook niet. Ik kan geen 3D tekenen. Ik kan wel tekenen, maar niet 3D. Maar ik heb wel eens mooiere 3D. Ja, oké. Maar het speelt wel op, want ik vind die landen dat verschrikkelijk. Ja. Maar wanneer ze bij de brug beginnen, weet ik ook niet, want daar moet ook nog weer wat komen. Maar ze gebruiken afzendlint, dus ja, dat heb ik dan nog niet gezien. Maar ja, lieve vrienden, ik sluit weer even af. Tot later! Ja, en daarbovenop, daar zit ons duifje weer, met een nest dit keer. De vorige keer zat ze daar nog zonder nest. En nu weer met dat ja, ik ben heel wat dat gaat worden. Enkel helaas, ik kan nooit de jonkies vinden. Nee, ik kan niet klimmen. Dat gaat een beetje moeilijk met ikken. Ja. Maar ik zag er ineens, ik dacht, oh ja, zou ik ook nog doen. Zo bijzonder toch altijd, hè, die natuur. Ja, ik vind hem heel erg mooi. Zo leuk. Nou, we gaan weer verder. Jullie hebben het weer gezien. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Gelukkig wel, want het is echt bloedziekelijk heet buiten. Binnen is het ook natuurlijk heet. Ik moet op mijn keukenraam nog weer even open doen. Ik kan het weer doortochten. En ja, ik ga zo even een vlog proberen in elkaar te zetten. Dus een... We zullen het verder wel bekijken hoe en wat. En ik moet ook nog natuurlijk met de telefoon verder. Het is hier één dikke chaos, één dikke bende. Maar... Wat wil je met dit weer? Ja, toch? Ja, en Karin die is dus geweest. Nou ja, er is nou voor wat wel genoeg afwas. Ik heb brood eruit leggen, want ik heb echt geen zin om nou warm eten of warm nog klaar te maken. Het wordt wel weer een broodje of een patatje. Eén van die twee, ik weet het niet. Maar ik ga niet koken. Nee. Echt niet. Komt wel goed. We gaan dus weer verder aan de gang. En het wordt mooier bij Blokker. Ja, petje af. Het is wel kunstig een beetje. Ja, het is niet dat ik het aan mijn muur zou willen hebben hangen. Hoor. Daar hou ik me niet van. Maar ja... Als je erover hebt en je ziet er wat in, zoals die man het vertelde, hij wou er niet op, maar zijn stem staat er dus wel op. En ik hoop dat jullie hem hebben kunnen verstaan. Maar in ieder geval, ruimtelijk. Oké, nou ja, laat ruimtelijk zijn voor een ander. Ja, ik zie allemaal kleurtjes, blauw, weer groen, en oranje. Dus ja, wat is het? Maar oké, ik zou zeggen, geniet verder en wees lief voor elkaar. Ik zou zeggen, smakelijk eten en een hele fijne, liefdevolle avond. En voor later, ik hoop dat iedereen lekker kan slapen met die hitte. Want het is nogal plakkerig in zweet. En hopelijk ook weer gezond aan bed. Ja toch? Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van de nacht. Doei! Nu had ik wel al afgesloten, maar vergeet helemaal wat. Ja, dat is bizar dat ik dat vergeet. En dat is onze prinses Eeuwen, want die is vandaag jarig, maar die legt
En in de wc, omdat het daar veel koeler is. Dus ik ga wat uitproberen. Ik weet niet of dat nu ook lukken gaat. Maar dat zal niet. Nee, dat wil niet. Ik wil over het schermpje vegen. Maar ik moet het zo gaan doen. Ja. Dan gaan we het zo doen. Dan houden we de deur niet open. Dan doen we hem ook weer dicht, want ze mag de kamer niet in, want de boel staat open. Zo, achteruit. Hallo? Hi, mijn kind. Hey, ja nou, ja, jeetje. Leg je lekker koel hier. Het is lekker hier, meisje. Ja. Ja, meisje. Wat een dikkie, hè? Ja. Hé, ja, Jetje. 15 jaar alweer. Ja, schat. Oh, ja, kind. Wat ga je doen dan? Hé, wat ga je doen dan? Hé, vrouwtje, zie dat je bijna dat je etensoort weer op is, hè? Ja. Dat zullen we zo meteen ook eventjes doen, hè? Doen we strakjes weer, hè? Ja. Ik zal even zien hoe laat het is. Ja, met een kwartiertje krijgen jullie. Hé? Ja. Met een kwartiertje. Ja, schat. En met een kwartiertje krijgen jullie eten. Hé? Ja. Nou. Vermaak je nog maar. Hé? Vermaak je nog maar. Nee, je blijft hier. Nee, je blijft hier. Kom maar. 1, 2. Oepedakketee. Hup. Zo. Mooi dat blijven. Zo, nou, hebben we dat ook weer gehad. Ja toch, dan moet ik rinkels vooruit kijken, dat is niet mega. Nee, toppie. Zo, ja, nou, en ik had de computer ook al aan, het programma al geopend. Om dus een vlog te renderen waar ik gisteren al mee bezig zou. Maar toen heb ik hem zes keer opnieuw moeten doen en nog wou het niet. Wou die hele programma niet meewerken. Ik denk ook door de hitte hoor. Ja, want het gaat maar om één filmpje. Ik heb toen maar één keer gevlogd. Ja, maar daar wil je toch wat van maken. Ja, en dat past er niet bij het andere allemaal. Dus ja, dan moet je er toch wat voor zien te maken. Dus wordt niet een lange vlog of zo, maar wel leuk. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog maar een keer van jullie avond. En tot aan de andere kant van de dag. Doei!